Welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben nu met de oude profvoetballer, Abdel Haouli. En ik sta voor de Gino's. Daar gaan we de interview houden. Gino's zijn dieren? Ja, Gino's zijn dieren. Gino's Place. Ja, mijn vraag is, waar heb je allemaal gevoetbald? Ik heb gevoetbald bij... Ik ben begonnen bij Dierense Boys. Heb ik tot de D'tjes gevoetbald. Toen ben ik naar de Graafschap gegaan. Heb ik 6 jaar gevoetbald. Mooi. 6 jaar. En ben ik daarna ben ik naar Vitesse gegaan. Heb ik 3 jaar gevoetbald. En daarna heb ik een aantal amateurclubs gehad. En daarna ben ik weer teruggekomen naar Dieren. Heb ik in het Turks elftal gevoetbald een paar jaartjes. Ook in het eerste elftal. En nu doe ik helemaal niks met voetbal. Dus ja, dat heb ik allemaal gehad in de afgelopen jaren. Netjes dan. Ja. Vraag 2. Welke voetbalclub vond je het beste? Ik heb de mooiste tijd, ja, heb ik eigenlijk wel bij de Graafschap en ook maar bij Vitesse meegemaakt. Maar bij Vitesse heb ik wel echt hele leuke wedstrijden gehad. Echt de Amstel Cup finale meegemaakt. Dat was echt heel leuk. Ja, dat is iets wat ik nooit zal vergeten, zeg maar. Nee, klopt. Precies. Ja. Amstel Cup finale tegen RKC Waalwijk. Dat was heel mooi. Ja. Indrukwekkend. Dus vol stadion. Dus een hele mooie tijd gehad daar. En bij Graafschap ook wel hele mooie tijden meegemaakt. Ja. Ja, vraag 3. Waar je het echt naar je zin had? Waar ik echt naar mijn zin heb gehad. Ja, bij Graafschap, de Vitesse. Ik heb een aantal amateurclubs gehad. Ook hele leuke elftallen. Maar ook de mensen eromheen. Ook de mensen uit de stad of uit het dorp waren ook echt heel relaxed. Dus ja, op meerdere plekken wel leuke tijden meegemaakt. Ja. Klopt. Belangrijk. Ja, is heel belangrijk. Ja. Anders kun je niet optimaal presteren, hè? Nee. Klopt. Vraag 4. Welke positie speelde jij? Ik speelde op 7, dus rechtsbuiten. En ik speelde ook heel vaak linksbuiten en op 10. Ja, dat waren mijn posities. 7, 11 en 10. Ja. Ja, dus kort achter de spitsen. Ja. Klopt. Vraag 5. Hoe vaak ben jij kampioen geworden? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, bij Dierense Boys ben ik alleen kampioen geworden. Daarna niet meer. Nee. Nee. En 1 keer nog met het Turkse elftal, team van Eran. Ja. 1 keer. Ja. Leuk man. Ja, daarna bij Graafschap en bij Vitesse zijn we nooit kampioen geweest. Nee. Vraag 6. Wie was jouw favoriete trainer? Ja, favoriete trainer. Ik vond... bij Dierense Boys toen ik net begon, Willem Kelderman is inmiddels overleden, vader van Enrico. Oh, die ken je denk ik wel. Ja, die ken ik wel. Dat vond ik een hele goede trainer, echt een super goede trainer. Die heeft mij eigenlijk ook een beetje ontdekt. Die wilde mij laten voetballen. Daar is het eigenlijk een beetje begonnen. En ik vond bij Vitesse Theo Bos echt een hele goede en vooral eerlijke trainer. En Linde heb ik Hans Kraaij junior gehad, ook een hele fantastische trainer. Dat waren eigenlijk mijn trainer waar ik nog veel aan te danken heb, zeg maar. Ja. Sterkte met het verlies? Ja, dat is heel erg. Dat was wel heel lastig in die tijd. Vraag 7. Wie was jouw favoriete teamgenoot? Dat was bij de Graafschap. Daar heb ik 6 jaar lang met een Marokkaanse jongen opgetrokken. Soufiane El Mounebet heet hij. Ja, we waren eigenlijk vanaf dag 1 broers van elkaar. En we kwamen bij elkaar over de vloer, we sliepen bij elkaar. En onze ouders werden op een gegeven moment een beetje familie. En dat is eigenlijk ook zo gebleven. Dus dat zijn dingen die mooi zijn. En, ja, top. Zeker. Vraag 8. Wie was de beste keeper?
Ja, dat is duidelijk voor mij. Pietje Veldhuizen, voor de Vitesse-tijd. Een hele goede keeper. Echt, wat was hij goed zeg. Heel atletisch, goede trap, echt alles klopte bij hem. Ja, dat was echt een hele top. Ik snap niet waarom hij niet bij de topclubs van Nederland heeft gezeten. Bij Ajax, Feyenoord, PSV. Daar had ik hem al zien willen schitteren, zeg maar. Dus ja, ook wel jammer dat hij wel bergafwaarts is gegaan in de tijd dat het niet goed ging met hem. Nee, snap ik, ja. Klopt. Vraag 9. Hoeveel doelpunten heb je gescoord? Oh. Ja, dat is een goeie. Ja, dat kan bijna niet te tellen. Ik heb wel een keer in, even denken, met Dieris Boys had ik een wedstrijdje met Rico toen. Nou, volgens mij zat hij op 100 doelpunten en ik ook op 100 doelpunten. En daarna tel ik ze bijna niet meer, joh. Nee, dat is nog heel goed wat ik kan herinneren, is dat ik die 100 doelpunten in één jaar heb gescoord samen met Rico. Nee, precies. Vraag 10. Hoeveel assists heb je gegeven? Ja, als rechtsbuiten zijn heb ik heel veel assists gegeven. Heel veel. Ja, ja de tellen ja, hoeveel te zijn. Nou, als het 200, 300, ik weet niet of dat een beetje logisch is, maar ja, het zijn er wel heel veel geweest. Oh ja. Klopt. Vraag 11. Je speelde ook als professionele voetballer. Wat betekende dat voor jou? Ja, dat betekende eigenlijk prioriteiten stellen en zorgen dat je alleen maar gefocust blijft met het voetbal. En dat was professioneel voetballer worden. En dan, ja, dan moet je bepaalde dingen achterlaten, sociale contacten, zeg maar met je vrienden naar buiten voetballen of uitgaan. Nou, dat deed ik allemaal niet. Ik was echt gefocust met voetbal, dat was voor mij alles. Ja, klopt. Snap ik, ja. En heb je ook veel positieve dingen gehoord van familie, vrienden en kennissen? Ja hoor, ja zeker. Ja, heel veel mensen waren trots op mij. Vroeg ook om mij heel vaak om advies, hoe ik bepaalde dingen moest doen in het veld. Dus ik heb hele leuke reacties gekregen. Ja, ja netjes. Dat was vraag 12. We gaan door naar vraag 13. Wat vond je minder aan voetbal of vanuit het publiek? Nou, vanuit voetbal vond ik altijd wel jammer met de vakanties. Op het moment dat ik klaar was met school, begon met voetballen alweer. Dus ik kon niet echt vakantie hebben. Dat heb ik 6 jaar lang gehad. Dat is wel jammer, maar ik vind het niet meer erg of zo. Dus, dat is het enige nadeel. Maar voor mij was dat niet eens een nadeel. Zo moet je eigenlijk een beetje zien. Je moet eigenlijk op vakantie hebben, maar ja, dat kan niet. Nee, klopt. Dus we gingen dan gelijk door naar voetbal. Ja. Van school naar voetbal. Klopt, druk leven gehad. Ja, heel druk. Ja. Van 7 uur 's ochtends weg en dan 7:30 thuis. Dus je bent de hele dag weg. Ja, klopt. Welke toernooien heb je gespeeld? Vraag 15. Toernooien? Ja, ik heb jeugdtoernooien meegemaakt bij de Graafschap, bij Vitesse. En ik vond het mooiste wel de ABN AMRO toernooi in Terborg. Dat was ook het mooiste toernooi. Tegen Real Madrid, Barcelona, wat was het nog meer? Japan onder 20 of 21 was het toen. Dus dat waren wel hele mooie toernooien. Ja, zeker. Ja. Uiteraard. Ja. Vraag 16. Dus de zangelade. Uit wat scoorde hij het meest? Uit het passeren en dan scoren. Als schieten. Ja. Dus de actie maken en schieten op goal, dat was mijn tactiek eigenlijk. Of mijn wapen was dat. Echt een afmakertje. Ja, het was een goaltje. Zeker. Vraag 17. Wat heb je allemaal bereikt en wat zou je nog meer willen bereiken en de doelen? Ja, wat heb ik bereikt? Eigenlijk ja, ik heb officieel profvoetbal niet helemaal. Ik heb geen eredivisie wedstrijden gespeeld, dat is ook wel jammer. Maar
waar ik heel trots op ben, is dat ik het Marokkaans elftal heb gehaald. Ja. Marokkaans Olympisch elftal. Ja. Dus de voorbereiding op de Olympische Spelen in Beijing. En dan mocht ik 2 weken stage lopen. En daarna was dat klaar. Dus daarna heb ik ook niks meer vernomen van de Marokkaanse voetbalbond. Maar ik heb wel dat zijn wel momenten die ik heel mooi heb gevonden. Ja, zeker. Ja. Ik ben echt trots op je. Dankjewel. Ja. Jij komt altijd kijken bij ons, hè? Ja, zeker. Ja. En altijd supporten. Ja, zeker. Vraag 18. Waar ben je het meest trots op? Ja, wat ik net al had gezegd is het Marokkaanse elftal heb ik gehaald. Ja. Maar ook dat ik me altijd wel gefocust heb op voetbal. Dat ik me niet heb laten afleiden door andere zaken, zoals uitgaan. Ja, je kent het wel. Ja, op een gegeven moment kun je ook andere dingen doen, hè, dan alleen voetbal. Maar ja, daar ben ik wel trots op geweest. Dat ik wel echt gefocust op school en voetbal heb gehad. Dus ik doe het. Daar ben ik wel trots op, ja. Ja, snap ik, ja. Zeker. Ja, zeker, Gino. Ja, voetballer ben. Ja, goed, hè? Hey, Gino's, hè? Ja, ja. Goeie voetballer. Gino's uit dieren. Ja, ja. Kun je altijd lekker eten. Nee, bij mij goed bezig. Ja, dus. Nou, succes erbij. Yo, thanks, Gino. Mag ik opnemen? Ja, zeker. Moet ik nog verder? Ja, hij moet verder, jongen. Ja. Is bijna klaar. Vraag 19. Wat waren jouw specialiteiten? Mijn specialiteiten waren echt spelers voorbij spelen. Dus een beetje pingelen. Ja, ja. Veel voorbij spelen, voorzetje geven of scoren. Ja, zeker. Ja. En vraag 20. Voor welke voetbalclub ben je in Nederland? Op dit moment? Ja. Nou, op dit moment ben ik wel voor Ajax. In principe heb ik geen voorkeur, maar nee. Je ziet dat Ajax wel echt het mooiste voetbal speelt op dit moment. En daar hou ik van. Ja, zeker. Ja. Ik ben ook voor Ajax. Ook internationaal spelen is ook eigenlijk het beste voetbal. Ja. Champions League niveau, vind ik. Zeker. Ja. Ja, eigenlijk is het Ajax, maar ik ben ook voor Vitesse, hoor. Ja, Ajax, Vitesse. Graafschap natuurlijk, niet vergeten. Nee, allemaal goede voetbalclubs. Ja. Ja, zeker. Hij is van Ajax, dus weet je. Vraag 21. Zo. Wil je later voetbalbegeleider worden? Ja, dat is wel iets wat ik heel graag zou willen. Maar op dit moment ben ik trainer van een jong elftal bij VV Dieren. Ik heb hiervoor altijd techniektraining gegeven bij alle jeugdelftallen van Dierense Boys. En nu speelt mijn zoontje bij VV Dieren. Daar ben ik trainer nu op dit moment. Ik geef in ieder geval training op 1 avond. En dan begeleid ik ook jongetjes met voetbal. Dus, ja, maar het is wel de bedoeling dat ik straks wel een keer stap wil gaan maken naar een BVO. Zeg maar een keer naar Vitesse of naar de Graafschap om daar een keer scout te worden. Of zo. Ja, ik heb hier en daar nog wel wat contacten. Dus dat is wel iets wat ik graag wil gaan doen over een paar jaar. Maar op dit moment nog niet aan orde. Nee, zeker. Ja. Goed bezig, Robbie, ook. Ja. Robbie, goed opname, jongen. Netjes. Dat waren de vragen. Ik bedank Abdel Houli en Gino, de cameraman. Robbie. En Robbie. Assistent. En bedankt voor jullie komst en voor Abdel. Graag gedaan, jongen. Zeker. Heb jij nog iets aan te toevoegen voor een interview? Nee, eigenlijk niet. Ik wil je alleen heel veel succes wensen met jouw vlogs. Ik zie dat je heel bezig bent met dieren. Heel goed bezig bent zelfs. Zeker. En ik zou zeggen, kom een keer vaker langs bij de voetbalclubs in dieren. Ja, zeker. Weet je, die jongens een beetje gaan filmen. Ja, dat doen we zeker. Bij VV Dieren en Dierense Boys doe ik de voetbalwedstrijd filmen. Alleen het mag niet, zeg maar, met de maatregelen. Dat klopt. Dat is wel jammer. Ja, dat is een nadeel. Ja. Ja, en ja, heel erg bedankt. Geniet ervan. Ga zo door. Ja, dankjewel. Ja? Nou, jongens, bedankt. Bedankt. Goedemiddag mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ga vandaag een aantal mensen interviewen. En hun mogen hunzelf ook voorstellen. Okay. Ik ben Matt. Ik ben Lars, ik ben Rosemarie en ik ben Merde. Oh, en ik ben Emma Ivy. Leuk om kennis gemaakt te hebben. Zeker. Ja, wat voor vlogs vinden jullie leuk om naar te kijken? Nou, ik kijk eigenlijk niet zoveel YouTube.
Ik ook niet eigenlijk, maar als? Ja, als ik, ja, stuk tv is wel leuk, ja. Ja, ja, precies. Ja. Zeker. Ja. En ook wel geniaal, ja, en grappig. Ja. Zeker, ja. Ja. Klopt, vind ik ook. En wat vinden jullie van de 1,5 meter afstand en de nieuwe maatregelen weer? Nou, ik vind een mondkapje in school echt heel vervelend. Ja. Maar voor de rest is het niet zo heel erg. Het is wel nodig. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, want ja. Ik hoef niet echt. Ik ben geen corona. Nee, nee. Klopt. Moet u die hebben? Nee. Nee. Klopt. Ja. Ja, dat is niet fijn, nee. Mondkapjes op school. Mm-hmm. Ja, en wat hebben jullie met corona gedaan? En wat gaan jullie doen als corona voorbij is? Meer afspreken misschien. Maar tijdens corona bedoel je dat toen de lockdown was of gewoon wat nu? Tijdens lockdown wel en toen de corona allemaal begon. Ja, vooral veel online les en thuis dingen doen met de kinderen. Oh ja. Netflix kijken, precies. Ja, spelletjes doen. Ja, snap ik, ja. Zeker. Ja, en wat gaan jullie doen als corona voorbij is? Ja, meer afspreken. Ja, en feestje vieren. Ja, precies. Ja, gezellig, zeker. Mm-hmm. Dik vissen. Ja. Ja, klopt. Ja, als het allemaal weer kan. Ja. Ja, zeker. Ja. En wat vinden jullie de beste restaurant van dieren of omgeving? Restaurant? Het schilderij, denk ik wel. Ja, ik denk ook wel schilderij, want dan kan je lekker eten. Kun je niet klopt. Dieren uit eten, maar... Ja, wij komen uit Doesburg. Oh ja, snap ik. En misschien de wagen of zo daar. Ja, zeker. Ja, beide restaurants schijnen lekker te zijn, ja. Ja. Zeker, om lekker te eten. Ja, klopt. En de fijnste supermarkt? Supermarkt? Albert Heijn. Ja, de Albert Heijn vind ik wel. Daar hebben ze altijd lekkere kaasbroodjes. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Heerlijk. Klopt. Ja. 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 Zeker, ja. Zeker. En de fijnste winkel, ja, want normaal gesproken zijn ze ook langer open. Hier in Dieren wel, tot 10 uur normaal gesproken. Ja, klopt. Maar nu moet ze eerder dicht. Ja, zeker. En wat is jullie outfit waard? Outfit. Oh. Oké. Okay. Okay, schoenen. ik denk 110 euro. Oh, zo. Ja, het is wel echt heel duur. Zo, netjes hoor. Ja, precies. Ja. Broek, 30 euro is een sportbroek. Jas, dat weet ik helemaal niet. Duur, denk ik. Nou. En trui, 20 euro of zo. Nou, mijn schoenen zijn niet zo heel duur. 60 of 50 euro. En dan mijn broek, die is 40 euro. Zo! Ja, mijn jas, die is 50 euro. En mijn trui, die is 20 euro. Zo, ja, netjes zo. Schoenen? Zo. 120. Zo. Zo. Ja. En de broek, 30. Jas, die is ook 120. Trui ook iets van 30. Ja. Netjes. Zo. Ja. Zo. Echt wel. Ja, en mijn jas 70 euro van de Zara. Zo. En t-shirt 30. En de schoenen 100 euro. En broek ook iets van 30 euro ook, ja. Zo, zeker. Ja. En bedankt. Willen jullie ook SO doen aan iemand? Ja. Shout-out naar... onze Duits docent, ze gaat nu door een moeilijke tijd en ik vind het wel heel zielig. Ja, ze heeft corona, dus ja. Oh, snap ik. Heel veel sterkte en beterschap. Ja. Dat is minder prettig. Ja. Ja, dat denk ik. Ja. Zeker. En bedankt. En willen jullie nog iets kwijt? Nee, eigenlijk niet, hè? Nee, ik vond het wel goed zo, ja. Ja, ik dank je. Zeker. En wou jij nog een SO doen? En een van jullie? SO naar meneer Groot Koerkamp. Ja, want die is wel echt de beste docent. Ja. Met mevrouw Groothelle. Ja, precies. Ja. Doe ik nog even een SO naar
Luc Pierens. Oh ja, klopt. Zeker. En ook SO naar jullie. Ja. Sowieso. Heel erg bedankt. Doei. Doei. Goeiedag mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben met... Ricardo. Hoi Ricardo. Ik ga vandaag een interview houden. Wat heb je met corona gedaan? En wat ga je doen als corona voorbij is? Ik heb veel feestjes gehad tijdens corona. En als corona voorbij is, gaan we gewoon weer verder feesten, toch? Ja, toch. Gezellig, man. Zeker. Jammer dat corona bestaat. En het duurt allemaal wat langer. Wat vind je van de 1,5 meter en de maatregelen zelf? Kijk, zeg je eerlijk. Heel veel van mijn vrienden zijn gevaccineerd. Ik zelf laat mij niet vaccineren. Ik ben er ook niet van. De 1,5 meter. Dank je, man. Het werkt niet. Het werkt niet. Die 1,5 meter is gewoon onzin. Ik bedoel, stel ik sta 2 meter verder en ik hoes jou in het gezicht, heb je alsnog corona als ik het zou hebben. Ja. Dus het is eigenlijk allemaal bullshit. Klopt, man. Je hebt gelijk, ja. Ja, dik. En wat voor vlogs hou jij van om naar te kijken? Ik zeg je eerlijk, ik hou van Carspotters vlog. Dat vind ik wel dik. Ja. Auto's hou ik van. Ja. En, Tom de Jong vind ik ook wel grappig. Oh ja, netjes man. En de vlogs van Emra Abi. Ja, dankjewel. Aardig van je wel. Ja, toch? Ja, ja, zeker wel. En wat voor restaurant vind je lekker hier in Zutphen? Welk restaurant? Hier in Zutphen ken ik er niet zoveel, man. Sowieso de dunne zaak op het station. Ja, klopt. En Aqua Asia, man. Ja. Dat is het beste restaurant. Ja, Asia. Zeker. Oh, lekker, man. En Dunne Rio is ook wel lekker, ja. Zeker. Ja, dat is goed. Zeker, man. En misschien een van de leukste vragen. Hoe duur is je outfit waar? Mijn outfit? Het pak was 200 bij elkaar. Oh, de ja. Schoenen zijn 190. Toen ze net uitkwamen, ja, de Louis Vuitton tas was 1200. Zo. Netjes, man. Ja, toch. Ja, toch. Zeker. En wil je SO doen aan iemand? SO naar Emra Abi. Dankjewel, man. Sowieso. Abonneren. Dankjewel, man. SO naar Ricardo. Zeker, man. Wil je nog... heb je nog wat te vertellen of zo? Nee, man, bro. Oh ja, zeker. En bedankt voor je tijd en interview. Is goed. Je hebt het goed gedaan. Ja. Ja, toch. Dat is goed, man. Goedemiddag, mensen. Welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ga vandaag een aantal jongens interviewen. Ik ben met... Je bent met Jury, Arne, Koen, Joran, Koen, Yannick. Ja, yes. Ja, yes. Kijk, heb ik iedereen? Ja, leuk man. Wij vragen als, wat hebben jullie met corona gedaan? En wat gaan jullie doen als corona voorbij is? Met corona heb ik niet heel veel gedaan. Nee, maar, niet veel. Nee, alles zat een beetje dicht. Ja. Na corona gaan we heel veel doen natuurlijk. Ja, we gaan lekker feesten. Gaan we lekker feesten. Ja. Lekker feesten, ja. Precies. Lekker naar de tering. Dikke, helemaal dik, uit ons dak. Oh ja, lekker man. Dikke vissa. Dikke vissa. Ja, zeker nee. En... Huts. Ja, Huts aan info. En zijn jullie gevaccineerd? Ja. Nee, dit schaap. Nee, Arne, hij niet. Alleen Arne. Hij is geen schaap van de overheid. Nee. Arne, ben je wel gevaccineerd? Ja. Moderna en Pfizer. Ja, lekker. En wat vinden jullie van de 1,5 meter dat die weer terug is en de maatregelen? Ik vind het niet zo leuk. Ja, nee. We vinden geen kunnen vinger geven. Nee, jammer. Ja, het is jammer, maar ik denk dat het wel nodig is. Ja, belangrijk voor de volksgezondheid. Ja, zeker. Ik vind het ook jammer, ja. Zeker. En wat vinden jullie de beste restaurant hier in Zutphen? Of omgeving? Uffies is wel goed. Ik moet even reclame maken natuurlijk. IJsselpavioen is wel. Ja. Ik vind de snackbar Loket 13. Ja, snackbar Loket 13. Echt heel lekker. Ja, je moet broodje eten, kip, samurai saus. Ja. Dat is echt lekker. Ja. Echt wel? Ja. Ja, ik heb er ook wel eens gegeten, frietje en zo. Wel lekker, ja. Ja, dat is heel lekker. Het is echt goede frieten. Echt wel. Zeker. En vinden jullie het leuk als ik de vraag stel, hoe duur is je outfit waar?
Kom maar. Oké, moet de Jure even filmen. Kom maar. Ja? Ja, oké. Okay. We beginnen bij de patas. Waar bakkie 80. De broek, die was rustig aan. Dat was drie donnies. Ja, trui, ook drie donnies. En deze is Vinted. Dat is een goede site. Dat is één donnie. Ja. Heb je gewoon een jas. Ja, netjes man. Ja, toch? Ja, nu toch? Deze man. Oké, patas. Een barkie. Hoek, vijf donnies. Zo. Trui, vijf donnies. Jacka, twee barkie. Oeh! Ja, netjes man. Arne. Jawel, Arne. Oké, we beginnen bij de patas. Anders zeggen wij het. Oké, we doen het wel voor hem. Dat is goed. Deze waren... Barkie, zeg maar. Deze waren 350. Was 8 Barkie. Bro, is toch D-squared? Hij heeft D-squared, hè? Ja. Ja. Doe hoeveel is je outfit waard? Ja, leuk wel. Dat denk ik. D-squared. En de rest, oh ja. Even de jas, jongen. De jas, dus PME Legend is ook 4 Barkie. Nee, jongen, jij lult heel snel hoger. Ja, klopt. En wat was er dan? Ja, oh ja, ik heb geen idee man. Ja. En wou jullie nog wat over outfit zeggen? Of, Nee, hoef niet. Vind je deze outfit heel mooi? Hoeveel was de Jacka? De Jacka was denk ik 100 euro. De Barbie. Die schoenen, dat zijn premium bowling schoenen. Ja. Ja. De schoenen worden altijd geroost. Ja, en klopt. Wat voor vlogs vinden jullie leuk om naar te kijken? Ik vond dit een hele leuke vlog. Hoeveel is je auto waard? Hoeveel is je auto waard is altijd leuk. Leuk man. Gewoon mensen interviewen op straat. Dus Wel zeker man. Dat is wel lachen. Goeie vlog. Dankjewel. Dat is leuk. Ja, bedankt voor de vlog. Mag ik nog één mededeling doen? Ja, mag wel ja. Janiek's zusje, Iris. Heel erg jongen. Zij is lekker. Stel ze ziet dit. Volg me op Insta. Koen Niks laagstreepje. We kunnen altijd jongens, afspreken. Nu allemaal, ga naar beneden. Like, abonneer, subscribe. Gooi het allemaal doorsturen. Ja, dankjewel. Aardig voor je man. Zeker doen. Goeie vlog. Willen jullie verder geen SO doen aan iemand? Of SO naar Iris Box. Heel erg bedankt. Leuk man. Is goed.
Wat vinden jullie de beste restaurant hier in Zutphen? Oh, hello, geen ene. Ja, man. Ja, en... Maar ik ben wel echt zo naar die IJssel, man. Die man is wel. Bomba. Ja, toch? Die ga ik knippen. Ja, en. Mijn vraag is. Wie is sterker? Rico Verhoeven of Badr-Hari? Badr-Hari! Mooi, hè? Heel erg bedankt. Kunnen jullie ook naar jullie jij ook bedankt, Gappie? Vrienden doorsturen? Ja, like, share, subscribe, geef voort op YouTube. Duimpje omhoog. Goedenavond, ik ben met EDS speler. Ze hebben met 3-2 gewonnen. En de toeschouwers waren heel blij. En, te blij. Ja, zeker. En met wie ben ik? Kelvin. Oh ja, leuk. Ja, Azo. En Tom. Wat vonden jullie van de wedstrijd? Mika. Ja, een prima wedstrijd. Maar de tweede helft was een beetje verkloot, maar we hebben echt nul kans hebben gemaakt. Maar alles op verdediging gezet. Daar ging het om. Ja, klopt. Wou je nog wat aan toevoegen? Ja, ik weet eigenlijk niet. Abonneer. Mooi. Welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ga vandaag een aantal mensen interviewen hier op het Kalinaplein. Wat is jouw naam? Robin. Ja. Remco. Luca. Milan. Doe net die dag heel rooi, Vos. Wat vinden jullie de beste restaurant van jullie? Ik weet niet het restaurant. Ja. Het hart van dieren. Ja, dat is wel goed. Ja. En Gino's is ook wel een goede restaurant, ja. Ja. Af en toe minder. Oh ja. Ik had alleen shawarma. Shawarma en een snackbordje. Ja, zeker. En heb je met corona gedaan en wat zou je graag willen doen als het voorbij is? Ja, ik wil wel wat meer trucjes gaan leren op deze step. Ja, dat wil ik ook wel. Goeie man. Gewoon zwemmen. Ja. Nu ben ik gewoon zo'n iemand die aan moet steppen en alleen dit kan. Klopt. Dus dat zou je willen doen? Hè? Ja. Zwerven. Ah. En laat je die vaccineren? Ja, ik ga niet. Het moet wel, maar liever niet aan. Nee, ja, niet zo rare dingen, maar. Ja, dat doe ik zo. Nee. Ja, ik ga trekken. Ja, je weet niet wat erin zit. Hè. Ja, nou, ik vind het wel vissen. Het is wel gewoon goed. Hè. Ja, dat wel, ja. Ja, zin in. Nee. Volgens mij wordt het in de Ali besteld. Ja, mooi hè. Ja. En wat vinden jullie van dat de avondklok vanaf is? Ja, dat is chill. We kunnen lekker buiten zijn. Ja. Ja. Zitten. 10 mensen zitten altijd. Ja, ideaal ja. En ja. Stop de telefoon zo. Aan wie zouden jullie een SOS geven? En jij hebt een karspot. Robin legt op de karspot. Of tag mij! RTM.carspot. Doe maar niet! Even naar Henk dan. Henk laag streepje 013 ook. En Doe even allemaal. Heb je rode vos? Film maar even rode vos. Ja?
Ja. Doe even alle wat trucjes dan. Ik kan dat. Wou jullie nog wat vertellen? Bedankt. Leuk om te horen. Alleen een tip bij je spot zeg maar elke auto er echt specifiek een paar auto's, mooie auto's. Bedankt voor je tip. Zeker. Misschien kun je een keer naar Lara gaan. Ja, dat is goed. En wat... Ik zou ook wel een keertje games doen als ik dat doe. Wat vind je verder van vlog? En wat zou je... Ja, wel leuk. Wel leuk. En wat zou je... En wat zou je vaker willen doen? Huispot is wel leuk. FIFA misschien. Ja. Wakker vlog. Ja. Dat soort dingen, ja. En bedankt cameraman Maxime. SO naar Maxime. Ik wil jullie allemaal bedanken. Grapje. SO naar Maxime. Nee, ik heb het maar. Geen SO naar Rode Vos. Nee, want die is niet goed. Sebastian. Oh, Sebastian. Nee. Sebastian wil graag. Rode Vos. Kat. Met, goedemiddag, dit is mijn nieuwe vlog. Hoe heet jullie? Mo. Hassan. Oh, ja. En hun willen vandaag geïnterviewd worden. Ja. En mijn vraag is, hoeveel DM krijgen jullie van vrouwen? En jij? Hij krijgt genoeg, bro. Die man is rapper, Limburg Zuid, dat is bij. Limburg Zuid! En wat vinden jullie, mijn vraag 2 is, wat vinden jullie de beste restaurant hier in Zutphen? Oh, heel leuk. Kijk, dit ja, en 3, mijn vraag is. Wie is sterker? Rico Verhoeven of Badr Hari? Badr Hari! Heel erg bedankt. Kunnen jullie ook met jullie jij ook bedankt, Gappie? Vrienden doorsturen. Ja, like, share, subscribe. Geef een duimpje omhoog. Goedendag mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben met Huub samen en ik ga een aantal vragen stellen vandaag. Hallo. Wat vind je de beste restaurant hier in Zutphen? Goedendag mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben met Huub samen en ik ga een aantal vragen stellen vandaag. Hallo. Wat vind je de beste restaurant hier in Zutphen? Vraag het nog een keer, is niet erg. Ja, Dunner City, lekker. Hai, bij het station hè? Ja, en wat heb je met corona gedaan eigenlijk? Ja, heel veel binnen gezeten. Ik ga nog wel naar school en af en toe met een paar maten van me, maar voor de rest gewoon eigenlijk alleen maar binnen gezeten. Ja, en ik hoop dat het snel voorbij gaat. Ik ook. Tweede vraag is, wil je je laten vaccineren? Ja, op het moment dat het vaccin er is, neem ik me voor. Dat is goed voor je, ja. En derde vraag, wat ga je doen als corona voorbij is? Ga ik naar feesten zoals vroeger, naar de feesttent. Leuk man. Like, share, subscribe. Dankjewel voor het kijken. Bye. Laatste vraag. Kickboxer vind je sterkste? Rico Verhoeven of Badr Hari? Ik ga mensen boos maken, maar Rico. Ja. Ik valt een keer gewoon. Wie? Hey bro, nu ga je die pakken. Pakken! Bro. Esso naar jullie. Bedankt. Pakken, bro. Oh ja, Vraag het nog een keer, is niet erg. Ja, Dunner City, lekker. Hai, bij station hè? Ja, en wat heb je met corona gedaan eigenlijk? Ja, heel veel binnen gezeten. Ik ga nog wel naar school en af en toe met een paar maten van me, maar voor de rest gewoon eigenlijk alleen maar binnen gezeten. Ja, en ik hoop dat het snel voorbij gaat. Ik ook. Tweede vraag is, wil je je laten vaccineren? Ja, op het moment dat het vaccin er is, neem ik me voor. Dat is goed voor je, ja. En derde vraag, wat ga je doen als corona voorbij is? Ga ik naar feesten zoals vroeger? Naar de feesttent, naar de kroeg. Leuk man. En, like, share, subscribe. Dankjewel voor het kijken. Bye. Laatste vraag. Kat! Zo, ik ben met. Goedemiddag, dit is mijn nieuwe vlog. Hoe heet jullie? Mo. Hassan. Oh, ja.
En hun willen vandaag geïnterviewd worden. En mijn vraag is, hoeveel DM krijgen jullie van vrouwen? Broer, dit broer, dat... Oh ja. Ja, nee. En jij? Hij krijgt genoeg, bro. Die man is rapper, Limburg Zuid, dat is bij. Limburg Zuid! En wat vinden jullie, mijn vraag 2 is, wat vinden jullie de beste restaurant hier in Zutphen? Oh, hello, geen ene. Ja, man. Ja, maar wel Esso naar die IJssel, man. Die man is wel. Bomba. Ja, toch? Die ga ik knippen. Ja, en. 3, mijn vraag is, wie is sterker, Rico Verhoeven of Badr Hari? Badr Hari! Heel erg bedankt, kunnen jullie ook naar jullie jij ook bedankt, Gappie? Vrienden doorsturen. Ja, like, share, subscribe, geef een duimpje omhoog. Ja, ja. Goeiedag, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben met Isabel. Heb je zin in een interview? Heel veel zin in! Oh ja, mijn vraag is, wat vind je van het feest van VV Dieren? Ik vind het echt super leuk, heel gezellig. Zeker. Allemaal gratis bier, weet je, daar doe ik het voor. Gezellig, hè? Ja, zeker. En voetbal jezelf ook? Nee, ik zit op hockey. Ik kom hier ook ver weg vandaan. De hockey krijg je is het. Leuk. Oh, dat mag niet zeggen. Oh, ja. Heb je mijn vlogs wel eens bekeken? Nee, maar dat ga ik zeker doen na deze aankondiging. Dank je. We kennen elkaar 2 seconden, dus... Ja, klopt. We kennen de Awi. En wat vind je de lekkerste restaurant hier in Dieren? In Dieren? Nou, ik ben er pas bij 1 geweest en die was echt fucking vies. Oh ja. Dat welke dan? Bij het water. Oh, dat was in Giesbeek. Maar in Giesbeek. Rutgers vindt ze het lekkerst. Oh, Rutgers vind ik het lekkerst. Ja, zeker. En Oké, ik doe ook even een behind the scenes shot, ja? Oké. We gaan even meedraaien. Ja, Stijn moet er wel op dan, hè? Wat heb je met corona gedaan en wat ga je met doen? Met corona? Nou, ik heb gewoon lekker, ging gewoon door met mijn leven. Ja, en wat ga je doen als corona voorbij is? Precies hetzelfde. Ik hou corona, dat merk ik helemaal niet. En cut! Dat is goed. Goedemiddag, welkom bij de nieuwe vlog. Ik ga nu Jamie interviewen. We hebben super zin in. Hoi Sammy! Ja! Ja, mijn vraag is, wat heb je met corona gedaan? Nou, zelf ben ik heel vaak op Indonesië geweest en niet heel veel. Gewoon heel veel met vriendinnen geweest ook. Ja, en verder thuis zitten, weet je ook niet heel veel. Nee, jammer. Jammer dat corona... Ja, het was echt vies. Ik ben begonnen. Wat ga je doen als corona voorbij is? Heel veel uit eten weer, veel leuke dingen doen en overal weer heen gaan waar het kan. Ja, dat zeker. Ben je gevaccineerd? Nee, ik zelf niet. Ik vind het allemaal maar een beetje onzin. Ja, klopt, ja. Heel eerlijk, maar het is wel zo. Oh, ik ook. Ja, dat is wel zo. Was het? Ja, ik dacht eerst dat het vijf van halen. Goedemiddag allemaal. Ik ben met Dirk. Ik ga niet zeggen bij Stan. Oh ja. Wat is je naam? Stan. Met Stan en. Oh, Dio. Dio. Wat goed filmen. Nou, ik heb een aantal vragen. Ik doe een vlog van zeg maar. En wat voor vlog zou ik op YouTube moeten zetten? Heb je tips voor mij? People questioning, dus gewoon de straat op en mensen vragen stellen. Zoals nu.
Zoals nu. Het is goed uitgepakt. Andere YouTubers gaan aan. Ja, overnachting, verlaten dingen en zo. Ja, stunts doen. Ga dat doen. Maar alles wat je ziet, dat werkt, doe dat na. Komt goed. Ja, maar, ja, cool. En wat is de beste restaurant hier om te eten als je wil? Het beste restaurant. Dat is de trein naar een goede stad. Ja. Dus, ga naar de Irish Elk in Deventer. Dat is een goed restaurant. Ja. Ja. Niet bij Zutphen vind ik het zo. Nee. En wat ga je doen als corona voorbij is? Gewoon weer het normale leven oppakken zoals ik gewend ben. Niet met iedere keer thuis zitten en dat soort dingen. Nee. Ik ga een feest gooien van het leven. Ja. Ja. Echt lijp feest ook. Ja. Goeie. Gewoon dat feest. Ja. En dan ga ik maar weer door. Ja. Heel erg bedankt. Zou jullie nog wat zeggen? Volg me op Instagram. S. Oh, Despertingen. Let's go. Volg mij niet. God! Ik ben met, goedemiddag, dit is mijn nieuwe vlog. Hoe heet jullie? Mo. Hassan. Oh ja. En hun willen vandaag geïnterviewd worden. Ja. En mijn vraag is, hoeveel DM krijgen jullie van vrouwen? Oh ja. Ja, nee. En jij? Hij krijgt genoeg, bro. Die man is rapper Limburg-Zuid, dat is bad. Limburg-Zuid! En wat vinden jullie, mijn vraag 2 is, wat vinden jullie de beste restaurant hier in Zutphen? Oh, hello, geen ene. Ja, man. Ja, maar wel echt zo naar die IJssel, man. Die man is wel bomba. Ja, toch? Die krijg je niet bij. Ja, en 3, mijn vraag is, wie is sterker? Rico Verhoeven of Badr Hari? Badr Hari! Heel erg bedankt. Kunnen jullie ook naar jullie jij ook bedankt, Gappie? Vrienden doorsturen. Ja, like, share, subscribe. Geef een duimpje omhoog. Kat! Zo, ik ben met. Goedemiddag, dit is mijn nieuwe vlog. Hoe heet jullie? Mo. Hassan. Oh, ja. En hun willen vandaag geïnterviewd worden. Ja. En mijn vraag is, hoeveel DM krijgen jullie van vrouwen? En jij? Hij krijgt genoeg, bro. Die man is rapper Limburg-Zuid, dat is bad. Limburg-Zuid! En wat vinden jullie, mijn vraag 2 is, wat vinden jullie de beste restaurant hier in Zutphen? Oh, heel erg. Die krijg je niet bij. Ja, en 3, mijn vraag is, wie is sterker? Rico Verhoeven of Badr Hari? Badr Hari! Heel erg bedankt. Kunnen jullie ook naar jullie jij ook bedankt, Gappie? Vrienden doorsturen. Ja, like, share, subscribe. Geef een duimpje omhoog. Goeiedag mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben met Huub samen en ik ga een aantal vragen stellen vandaag. Hallo. Wat vind je de beste restaurant hier in Zutphen? Goeiedag mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben met Huub samen en ik ga een aantal vragen stellen vandaag. Hallo. Wat vind je de beste restaurant hier in Zutphen? Vraag het nog een keer, is niet erg. Ja, de Nerios zit hier. Lekker. Ai ai, bij het station, hè? Ja, en wat heb je met corona gedaan eigenlijk? Ja, heel veel binnen gezeten. Ik ga nog wel naar school en af en toe met een paar maten van me. Maar voor de rest gewoon eigenlijk alleen maar binnen gezeten. Ja. En ik hoop dat het snel voorbij gaat. Ik ook. Tweede vraag is, wil je je laten vaccineren? Ja, op het moment dat het vaccin er is, neem ik me voor. Dat is goed voor je, ja. En derde vraag, wat ga je doen als corona voorbij is? Ga ik weer feesten zoals vroeger? Naar de feesttent. Dat
kroeg. Leuk man. En, like, share, subscribe. Dankjewel voor de kijken. En bye bye. Laatste vraag. Kickboxen vind je sterkste? Rico Verhoef of Badari? Ik ga mensen boos maken, maar Rico. Ja. Hij valt drie keer gewoon. Wie? 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 Hey bro, nu ga ik in de pakken. Pakken. Bro. En zo naar jullie. Pak af, Rada. Oh ja, en. Vraag het nog een keer, is niet erg. Ja, dunner deel, shoot. Ja, en. Ai, bij station, hè? Ja, en. Wat heb je met corona gedaan eigenlijk? Ja, heel veel binnen gezeten. Ik ga nog wel naar school en af en toe met een paar maten van me, maar. Voor de rest gewoon eigenlijk alleen maar binnen gezeten. Ja, en. Ik hoop dat het snel voorbij gaat. Ik ook. Wil je. Tweede vraag is, wil je je laten vaccineren? Ja, op het moment dat het vaccin er is, neem ik ervoor. Dat is goed voor je, ja. En wat, derde vraag, wat ga je doen als corona voorbij is? Ga ik weer feesten zoals vroeger? Naar de feesttent, naar de kroeg. Leuk man. En, like, share, subscribe. Dankjewel voor de kijken. Bye bye. Laatste vraag. Kat! Zo, ik ben met goedemiddag. Dit is mijn nieuwe vlog. Hoe heet jullie? Mo. Hassan. Oh, ja. En hun willen vandaag geïnterviewd worden. Ja. En mijn vraag is, hoeveel DM krijgen jullie van vrouwen? Goed, de broer, dat... Oh ja. Ja, nee. En jij? Hij krijgt genoeg, bro. Die man is rapper, Limburg Zuid, dat is bij. Limburg Zuid! Oh ja, en... Zeker. En wat vinden jullie, mijn vraag 2 is, wat vinden jullie de beste restaurant hier in Zutphen? Oh, hello, geen ene. Ja, man. Ja, maar wel SO naar die IJssel, man. Die man is wel bomba. Ja, toch? Die ga ik knippen. Ja, en 3, mijn vraag is, wie is sterker? Rico Verhoeven of Badr-Hari? Badr-Hari! Heel erg bedankt. Kunnen jullie ook naar jullie jij ook bedankt, Gappie? Vrienden doorsturen. Ja, like, share, subscribe. Geef een duimpje omhoog. Welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ga vandaag een aantal mensen interviewen hier op het Kalinaplein. Wat is jouw naam? Robin. Remco. Luca. Milan. Doe je uit de Roy Vos. Wat vinden jullie de beste restaurant van jullie? Ik weet niet het restaurant. Ja. Het hart van dieren. Ja, dat is wel goed. En Gino's is ook wel een goede restaurant. Ja. Ja. Af en toe wat minder. Oh ja. Ik had alleen Swarma. Swarma en een snackbordje. Ja, zeker. En wat heb je met corona gedaan en wat zou je graag willen doen als het voorbij is? Ja, ik wil wel even wat meer trucjes gaan leren op deze step. Ja, dat wil ik ook wel. Ja. Goeie man. Gewoon zwemmen. Maar nu ben ik gewoon zo'n iemand die aan moet steppen en alleen dit kan. Klopt. Dus dat zou je, willen doen? Dus. Ja. Zwerven. En laat je die vaccineren? Ja, ik ga niet. Het moet wel, maar liever niet aan mij. Nee, niet zo rare dingen, maar. Ja, dat doe je zo. Nee. Ja, graag. Ja, je weet niet wat erin zit, ja. Nou, ik vind het wel vis. Het zijn wel gewoon goede koken. Ja, dat wel, ja. Geen zin in. Nee. Volgens mij wordt het in de Ali besteld. Ja, mooi hè. En wat vind je van dat de avondklok vanaf is? Ja, dat is chill. We kunnen lekker buiten zijn. Ja, ideaal, ja. Zeker. Ja. En stop de telefoon zo. Aan wie zou die weer een SOS voor? Heb jij ook een kaarspot? Kaarspot is Take mij! RTM.kaarspot. Doe maar niet! Naar Henk. Henk laag streepje 013 ook. En ja. Doe even allemaal. Heb je rode vos? Film maar even rode vos.
Ja? Ja. Doe even alle wat trucjes dan. Ik kan dat. Wou jullie nog wat vertellen? Bedankt, leuk om te horen. Ja, leuk om te horen. Ja, bedankt. Alleen een tip bij je sport, zeg maar elke auto moet er echt specifiek een paar auto's, mooie auto's. Bedankt voor je tip, ja. Zeker. Misschien kun je een keer naar Lara gaan. Ja, dat is goed, dank je. En wat... Ik zou ook wel een keertje DM sturen als ik dat heb. Aardig van je. Wat vind je verder van de vlog? Ja, wel leuk. Ja, wel leuk. Wil je bakken? Ja. En wat zou je... En wat zou je vaker willen zien? Huisspot is wel leuk. Ja, FIFA misschien. Ja. Bakkenvlogs. Ja. Dat soort dingen, ja. En bedankt voor het... Bedankt cameraman Maxime. En zo naar Maxime. Ik wil jullie allemaal bedanken. En zo naar Maxime. Nee, ja. Ik heb het maar. Geen en zo naar Rode Vos. Nee. Nee, want die is niet goed. Sebastian. Nee, niet goed. Sebastian wil het graag. Rode Vos. Ja. Goeiedag, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben met Isabel. Heb je zin in een intro? Heel veel zin in! Oh ja, mijn vraag is, wat vind je van het feest van VV Dieren? Ik vind het echt super leuk, heel gezellig. Zeker. Allemaal gratis bier, weet je, daar doe ik het voor. Gezellig hè? Ja, zeker. En voetbal je zelf ook? Nee, ik zit op hockey. Ik kom hier ver weg vandaan. De hockey kegje is het. Leuk. Oh, dat mag ik niet zeggen. Oh, ja, heb je mijn vlogs wel eens bekeken? Nee, maar dat ga ik zeker doen na deze aankondiging. Dank je. We kennen elkaar 2 seconden, dus... Ja, klopt. We kennen de Awi. En wat vind je de lekkerste restaurant die in Dieren? In Dieren? Nou, ik ben er pas bij 1 geweest en die was echt fucking vies. Oh ja. Dat welke was dan? Bij het water. Oh, dat was in Giesbeek. Maar in Giesbeek. Rutgers vindt het lekkerst. Oh, Rutgers vind ik het lekkerst. Ja, zeker. En Oké, ik doe ook even een behind the scenes shot, Oké, okay, okay. We gaan even meedraaien. Ja, meedraaien. Stijn moet er wel op dan, wat hè? Wat heb je met corona gedaan en wat ga je met doen? Met corona? Nou, ik heb gewoon lekker... Ging gewoon door met mijn leven. Ja. En wat ga je doen als corona voorbij is? Precies hetzelfde. Ik haal corona, dat merk ik helemaal niet. En... Cut! Cut! Zo, ik ben met... goedemiddag, dit is mijn nieuwe vlog. Hoe heet jullie? Mo. Hassan. Oh, ja. En hun willen vandaag geïnterviewd worden. Ja. En mijn vraag is, hoeveel DM krijgen jullie van vrouwen? Goeie de broer dat. Oh ja. Ja. Nee. En jij? Hij krijgt genoeg bro. Die man is rapper Limburg Zuid. Dat is bad. Limburg Zuid. Oh ja. En wat vinden jullie, mijn vraag 2 is, wat vinden jullie de beste restaurant hier in Zutphen? Oh, hello, geen ene. Ja, man. Ja, maar wel SO naar die IJssel, man. Die man is wel boomba. Ja, toch? Die ga ik knippen. Ja, en 3, mijn vraag is, wie is sterker? Rico Verhoeven of Badr Hari? Badr Hari! Mooi, hè? Heel erg bedankt. Kunnen jullie ook naar jullie... Jij ook bedankt, Gappie. ...vrienden doorsturen. Ja, like, share, subscribe. Geef een duimpje omhoog. Hoi, goedemiddag. Welkom bij de nieuwe vlog. Ik ga nu Jamie interviewen. We hebben super zin in. Hoi, Sammy. Ja. Ja, mijn vraag is... Wat heb je met de corona gedaan? Zelf ben ik heel vaak op Indonesië geweest en niet heel veel. Gewoon heel veel met vriendinnen geweest ook. Ja, en verder thuis zitten, weet je ook niet heel veel. Nee, jammer. Ja, het was echt vies. Ik ben begonnen. Wat ga je doen als corona voorbij is? Heel veel uit eten, veel leuke dingen doen en overal weer heen gaan. Ja, dat zeker.
Ben je gepakt op school? Nee, ik zelf niet. Ik vind het allemaal maar een beetje onzin. Ja, klopt, ja. Heel eerlijk, maar het is wel zo. Oh, ik ook. Ja, dat is wel de... Was het? Ja, ik dacht eerst dat ze twijfel hadden. Nee.